De Gamersnet E3-vlogs worden mede mogelijk gemaakt door de MSI Camo Squad Limited Edition Notebooks. Ik ben voor de gezonde tour gegaan. Ik denk helemaal toch een keer. Ja, met allemaal blueberries. Sorry. Jongens, welkom bij de derde. Oh, gaan we weer. Ik dacht zo'n soort. Nee, zo'n zijwaarts. Is het anders? Speciaal. Yes. Oké. Okay. Jongens, welkom bij de derde vlog van Gamersnet E3, hashtag GN E3. We zijn nog steeds in Los Angeles. En de derde vlogdag is de derde dag op E3 is begonnen. Ik heb net Spider-Man gecheckt. Oh, nice. Far Cry 5. Far Cry 5. State of Decay 2. Ja, verschil. Niet eens Forza, ze noemen dan of nee, zo. Nee, echt State of Decay 2. Dus we hebben hartstikke leuk. Maar we gaan beginnen toch eventjes met gisteren. Want het wordt een beetje een voedselvlog deze keer. Jee, foodbloggers. Yes. Check mijn Instagram voor alle foto's van een hamburger. Nice. Want het is nogal een probleem. Want Amerikanen zijn nogal dik en vies. En, Ik zou het niet zeggen. Maar dat is ook gewoon een feit. Het is niet een mening. Nee, het staat gewoon op Wikipedia. Nee, maar serieus. Een bordje fruit kost hier €7,50. Een bord met kip en patat kost $6. Ja. Dat is echt bizar. En goed. Ik was gisteren op zoek naar lunch en dat is hier elke dag weer een uitdaging. Elke dag is er weer een nieuw probleem hier bij de E3. Het is namelijk sinds dit jaar zo dat het een open beurs is voor iedereen mag komen. Wat super vet is. En vind ik zelf niet zo heel vervelend. Behalve tijdens de lunch. Want Amerikanen zijn dik. Amerikanen zijn vies. Amerikanen zijn lelijk. Maar Amerikanen houden bovendien van heel veel eten. Dus elk eetentje in een straal van 2 kilometer om die fucking convention center staan rijen van een uur. Dus ik ben nou weer op mijn dagelijkse quest. Ik heb een uurtje. Ik heb een uurtje pauze. Ik heb een Kingdom Deliverance gecheckt, vette game trouwens. En ik ga straks wat hardware checken bij. Ik ga straks naar Big Ben. Waarom even niet uit? Dus ik heb een uurtje heb ik nu om eten te scoren. Nou wil ik ook wat gezond eten. Weet je, ik vind hamburger op zijn tijd wel prima. Maar als avondeten, niet als lunch. Dus ik ben nou gewoon op zoek naar eten. En overal staan fucking grote rijen. Dus dat is mijn dagelijkse kweesten. Dat is een tough job, man. Nou, je hebt best wel gezond gegeten eigenlijk. En toen dachten ze, nou, dan gaan we dat even helemaal compenseren. Ja, precies. Want, even balansen. Ja, maar normaal gaan we altijd de eerste dag naar de 50 Design. Dat is maar altijd een beetje de inauguratie van de E3. Altijd. Alleen door al die Microsoft-druk, daar hadden we helemaal geen tijd voor. Dus wat we toen hebben gedaan, is we zijn gisteren naar de 50 Design geweest. Waar we een milkshake hebben besteld en er kwam ook nog iemand op het onzalige idee om zelfs nog kipnuggets voor te bestellen. Strips. Ook chicken strips. Chicken inderdaad. Strips is een heel ander dingetje. Die zijn wel gezond namelijk. Ja, precies. Maar ja, goed, dat liep helemaal uit kippenklauwen. Kip heeft niet eens klauwen. We zijn er weer. Ik heb het zo gemist. I know. 42 smaken milkshakes en ze zijn ook allemaal goed. Ik weet gewoon niet welke ik moet kiezen. Het gezicht van jou was echt te grappig. Helemaal radeloos was je seconde. Dit is mijn radeloos verwarde gezicht. Ja. Als jij zou kunnen kiezen tussen een Rocky Road shake, een chocolate fudge shake of een very cherry shake. Wat zou je dan kiezen? Ik weet ja, het. Maar ook al gewoon hoe de kaart is opgebouwd. Gewoon met alleen maar gewoon eten. Alleen maar lekkere dingen. Classic sandwiches, wat verkapt ook weer een hamburger is. Ja, want jij hebt vanmiddag een turkey sandwich gegeten, toch? Ja, die was super gezond. Dat was dus de turkey set, maar daar zaten dan maar 6 lagen turkey op. Dus ik moest er 4 afhalen. Toen was het gewoon een gezond broodje. Toen was het gewoon een broodje zoals je dat normaal zou eten. En dat je al denkt van nou, dat is echt lekker. Zo verspillend land. Ja. Maar wel lekker. Maar wel lekker. De aardige over hond, jij kapot, maar het is wel lekker. Ja. Nou, onze kinderen. Zo waar. Photoshop challenge. Ja. Daar is niet veel meer op de foto. Nee, dat is al goed zo. Ik lik letterlijk noten. Tom likt noten? Wow. Oh, er komt nog meer eten. Oh, kijk, de chicken strips. Dus de appetizer, hè? Lijf eens even rond in de wereld die jouw milkshake heet. Oh, mijn milkshake is een banana nut milkshake. En dat Peter heeft hem ook genomen als de vuile naapel die is. Want ik heb vorig jaar bewezen dat banana nut milkshake letterlijk gewoon statistisch gezien de beste milkshake op aarde is. Oké, maar wie hebben we vorig jaar in de vlog gezien die banana nut milkshake dronk? Of toen. Ga maar terugkijken. Ja, was mijn advies. Dat is niet want te veel. Jij begint nog chocola. Ik vind het niet leuk als jullie ruzie hebben. Nee, dat is onze dropshipping. Ja. Die gaat dan. Hey, wat ben je daddy, I'm fighting again. Ik ben voor de gezonde tour gegaan. Ik denk helemaal toch een keer. Ja, met allemaal blueberries. Is superfood. Is het lekker? Slagroom op je iPhone. Dit vind ik dus het epische. Je hebt echt. Het kost het trouwens geen reet. $5 heb je zo'n. Maar deze ben ik ook heel benieuwd naar, want dit zijn de wings met strips. Vorige keer hadden we wings. Jezus, er staat nog een stuk zijn hoofd aan te gaan. Food vlogs. Mukbang. Lekker? Koop gefrituurd. Wow.
Eet je mond leeg. Oh, wel heel heet. Ja? Oh, oké. Pittig of heet? Nee, gewoon echt heet. Als in blaren in mijn mond heet. Ja, ja. Ja, het is wel echt heel lekker. Het is ook echt, maar het is gefrituurd, maar het is wel een echt goede kip. Zonder snaal van geboren. Hallo, welkom bij de allerechteste echte hamburger. Jij moet van een turkey burger te nemen, weet je, op bruin brood, gewoon normaal. Ik was in paniek, ik moest in één keer even bestellen. Ik wist dat ik zou staan. Overigens is dat, is het kilomaat of niet? Ja. Hier gaan we. Dit is een hamburger. Dit is gewoon waar dit land groot om is geworden. En altijd groot om zal blijven. Als je denkt aan Amerika, denk je niet aan hun grote presidenten of aan een bijdrage aan het milieu of aan whatever the fuck. Je denkt aan de fucking hamburger met knapperige bacon, goede sla en heerlijk vlees. We hebben dit vorig jaar ook gedaan. Het is me afgeraden om het nog een keer te doen. Wat gaat toch gebeuren? Door je dokter? Door mijn dokter. Dokter zei, nee. Ja, justitie. Oké, en toen was gisteravond het hoogtepunt. Tom, vertel ons wat jij hebt geregeld. Gehosseld. Wat ik dacht te hosselen was gewoon heel simpel. We zijn Twitch partner. Tuurlijk. Dus waarom gaan we dan niet naar de Twitch partner lounge? Ja. En waarom gaan we dan niet naar de Twitch partner feestje? Jongens, welkom bij het Twitch partner feestje. Yay. Het feestje voor Twitch partners. En dat zijn wij tegenwoordig. Want we maken dikke monies op Twitch. Ja, leg even uit hoe dit is gegaan. Best bijzonder. Oh, oké. We zijn dus een tijdje lang zijn we nou al Twitch partner en ik kreeg een mailtje van hey, ben je op E3 en ben je een Twitch partner, dan kun je daarvoor upsignen. Dus ik had al een leuk bandje van de Twitch partner lounge, dan kun je daar gewoon chillen en koffie drinken en gratis wifi, dat is relax. Maar ook het feestje! En het feestje is dus echt alleen maar voor partners en het schijnt super exclusief te zijn. En ja, we zijn er nu al eventjes en het is in de Edison en het is echt een fucking vette pub. Dus feest dan! Het is helemaal top, Nick. Het is een lounge. Heel industrieel en super industrieel. De muziek die gedraaid wordt, ja niet nu, maar eigenlijk tot nu, was Tom's playlist. Het was letterlijk mijn playlist. Ze draaiden echt Travis Scott, Kendrick Lamar, Kid Cudi. Echt alle grote rapnamen dat ik gewoon wild ga en gewoon mee kan rappen. Dus dat heb ik gedaan. Ja, en Leon en ik zijn too white for the shit. Ja. En ik ben ook te blank hiervoor, maar vind ik toch lekker. Ja. En oh ja, trouwens, ook leuk, Sean Details, ze hebben allerlei hele interessante cocktails die namen hebben van, zeg maar, Twitch dingetjes. Dit is de kappa. Dat is de kappa. Peter drinkt de kappa. Ik drink kappa. Maar zo is er ook de Bleed Purple en dergelijke. Dus ze hebben cocktails in Twitch-stijl. Hoe vet is dat? Maar ik baal wel dat de eindbaas er niet is. De eindbaas? De hoe vet is dat? Ja, heel jammer dat de gamers net lul, mijn emote er niet is. Nou, ja. Die is er wel hoor. Sorry, ik heb al een paar kappa's op. Feestje. En dat is dus een ding, als een soort Mile High Club, een soort rare syndicate, een soort geheime Russische bende. Syndicaat. Maar niet Mile High, maar echt letterlijk onder de grond. Letterlijk onder de grond zijn er dus Twitch partners en dan kun je dus opgeven voor dit soort feestjes en over de hele wereld. Dan krijg je heel de avond gratis drank, je kent elkaar niet, maar je weet wel allemaal, we're connected. Maar vooral de Twitch partner langs. Ja. Dat je overal ter wereld kan je daar gaan zitten en oh, ik ben een partner. Het is echt letterlijk een soort van Mile High Club dingetje. Ja. Oh, ja, ik hoor erbij, hoi, laat me door. En er was heel veel gratis drank en kappa's. Kappa's. Ja. Kappa's waren lekker. Het hoogtepunt van deze vlog is eigenlijk gisteravond toen we naar huis gingen. We hadden allemaal best wel wat drankjes op en we kwamen bij een Uber-chauffeur binnen. Ja, het was, god, wat was de naam ook alweer? KB Solomon. KB Solomon. Kevin. Voor ons gewoon Kevin. This is KB Solomon from the News Chopper. Ja, maar dat was echt, het eerste ook wat, toen we die Uber binnenkwamen, zeiden hij, oh, are you guys, are you Leon? En toen zei hij meteen, gast, waarom zit jij niet in radio reclame? Ik spreek geen Nederlands. Nee, oké, toen vroeg het in het Engels. En toen inderdaad zei hij van, ja, ik ben er ook best wel mee bezig. Maar goed, er is dus een Uber-chauffeur die rijdt gewoon 2 uur 's nachts in een Uber. Maar het talent dat hij heeft, echt fucking ziek. As simple as the Lord inside of me. Call it God, call it Spirit, call it Jesus, call it Lord, call it Buddha, Baha'u'llah, angels, marines, or heaven's door. But whatever name you give it, is all one power, can't you see? La
live optreden in een Ubercab. What the fuck? Ik heb in Nederland nog nooit een taxichauffeur op enig talent kunnen betrappen. Laat staan op zingen. Nee, maar dit is echt bizar. Hij moet een reality show krijgen. Absoluut. Zodat hij gewoon GoPro's in de hoeken van de auto hangt. En gewoon gaat kijken hoe mensen reageren op zijn bizar goede stem. Carpool karaoke, maar gewoon dat alleen hij zingt. Ik zei al, je moet James Corden gewoon nadoen. Weet je, al nodig Lady Gaga uit, nodig Adele uit. Ja, en wat is er dus gebeurd? Ik heb dus contact met die man. En hij gaat als Darth Vader, want die kan er dus perfect nadoen. Ja. Dingen inspreken voor Gamers at Radio. E-true Hollywood story, wat ik je vertel. Geen grapje. Het is ook gewoon bizar dat hij niet alleen heel goed kan zingen, maar hij heeft ook een demo reel opgezet. En die demo reel was dus ook echt, hij doet cartoons en advertisement. En dus inderdaad een zieke Darth Vader. Zonder de software kan hij gewoon Darth Vader zijn. Dat is bizar. Ik wil even één ding zeggen over wat ik net zei over taxichauffeurs. Sorry. Maar ja, jullie zijn allemaal eikels. Nee. Ik wil Uber gewoon naar Nederland hebben. Ik bedoel, als je in Nederland de taxi belt, is altijd zeggen ze 10 minuten duurt een half uur. Je weet van tevoren niet hoe ze gaan rijden, dus ze rijden altijd om. Ja. Je weet niet waar ze zitten. Ze spreken geen Nederlands. Dan slechter dan hier. En Uber moet dus gewoon naar Nederland. Dat is eigenlijk mijn ding wat ik wil zeggen. Ja, kunnen we dat even hashtag Uber van Nederland? Of hashtag niet mijn taxi. Mooi. Hashtag niet mijn taxi. Make it happen. Je suis Uber. Je suis Uber. Nice. Baas in eigen taxi. Ja. Baas in eigen taxi. Nou goed, we hebben gewoon zien. Je moet dit zien om het te geloven. Ja. Ja. We waren het vergeten, maar Tom en ik hebben het vanochtend wel even gedaan. We hebben een rondleiding voor jullie klaarstaan nu met alle posters die hier hangen. Alle aanplakbiljetten. Aanplakbiljetten van videospelletjes die nog gaan verschijnen later in dit jaar, hè? Ja, precies. In uw theater. En dan zie je ook eens een keer hoe de E3 er van buitenaf uitziet. Tom, aangezien Amerikanen ongeveer $1 per uur verdienen, denk ik dat ik volgend jaar zo iemand inhuur voor Gamersnet. Ja, dat kost je dus echt gewoon, €100 of zo, dan staat hij er 2 weken. Ja, hoe ver is dat? Er zijn enthousiastere gasten, er zijn gasten die het echt doen, maar dan... Ja. Dit is gewoon, guess dat het mijn dayjob is. Ja, want in Night is ze gewoon workless actor. Ja. Dat is iedereen hier. Ja. Wow, ik sta nu op de grond. Ik hoorde ook bijna cool. Alle hotdogs alle kanten op. Ja, vet. Hey, ik dacht ik neem jullie even mee. Jullie daar. Hi. Naar de posters van de E3, want de hele beursgebouw is natuurlijk altijd helemaal aangekleed met verschillende posters. Wij lopen nu naar de andere hal. Ga ik even naar PlayStation, want Leon is waarschijnlijk te laat. Dus ik moet Spider-Man checken. Arme Leon. En super chill van mij. Kijk. Ja, Activision heeft de meeste geld betaald dit jaar volgens mij. Volgens mij doet Activision dat wel vaker. Elk jaar. Sony ook aan de andere kant, maar het zijn wel altijd vaste plekjes. Het zijn altijd van die plekjes van, oh wij hebben dit. Ja. En Ubisoft is altijd de grootste, ga je zo ook al zien. Maar goed, World War Tour, Leon heeft hem gecheckt. Best wel indrukwekkend. Ja, Lennart vond hem ook vet. Wat vind ik vet? Call of Duty. Oh zo, holy fuck. Ja. Je bent helemaal game. Dus dat is vet, dat is leuk. Gaat allemaal wat langzamer, maar goed. Daar zit erachter, ja, die poster kun je nu niet goed zien, want we wachten op het rode stoplicht. Kun je heel slecht zien. Dit is Wolfenstein 2, de nieuwe Colossus. En links daarvan zie je nog Marvel. Dat is eigenlijk de slechtste plek. Ja, dat is eigenlijk, want er zitten gewoon bomen voor. Dat is de uitverkoopplek. 2 tientjes, hij had er niet erbij, hè? Echt, hè? Dat is de Marvel Super Heroes 2 van Lego game ding. Dus dat is wel vet. Ja, Warner heeft ook altijd dezelfde plekjes eigenlijk. Ja. Eigenlijk hangt daar altijd Lego. Ja, klopt. Ja. Daar hebben we dus Wolfenstein 2, de nieuwe Colossus. En daarnaast Shadow of War. Die ook best wel verrassend was voor jou, toch? Ja, ik vond het best wel leuk. Maar ik vond de eerste ook heel leuk. De grootste poster komen nu langs. Ik kan je al een klein beetje zien, denk ik zo. Dat is Far Cry. En ik heb geen idee hoe ik Far Cry nu volledig in beeld ga krijgen. Onmogelijk. Jawel, lukt aardig. Wat is de verhouding van dit? Tom gaat weg, het staat voor het logo. 21-9. Kijk dit dan! Oh, sorry. Dat is toch bizar? Far Cry 5 is echt best wel een super vette artwork, vind ik. Het artwork is gemaakt voor de brede, alsof ze zoiets hadden van jongens, wat we ook op de cover doen, we moeten wel zorgen dat het goed past op de LA Convention Center. Ja, nou ja, we hebben die plek alvast weer opgekocht voor de komende 8 jaar. Ja, precies. Dus dat is de grootste aanplakbiljet. Aanplakbiljet. Iemand die dan een beetje was tussen dingen rolt. Echt hè? Een beetje... Oh, Lawbreaker staat hier. Wat is Lawbreaker eigenlijk? Wat? Wat is dat? Cliff Bleszinski. Oh, dat is die game. Ja, maar Cliffy B is ook zijn tijd erbij. Ja, misschien wel. Dan hebben we hier op de hoek hebben Marvel vs. Capcom. Dat vond ik trouwens best een vette trailer. Oh ja, dat was vond ik best wel tof. En daarnaast dus Lawbreakers achter de boom. En dan zijn we inmiddels bij de andere hal. En mijn arm is inmiddels dood na 3 minuten, 4 minuten filmen. Ja. En de andere pand, kijk hoe vet man. God of War. En de PlayStation zonder deel ook. Valt jij dat niet op? Er zijn geen deel op God of War. Nee, dat is gewoon God of War weer. Dus is dit weer God of War? Ja. Mag ik er wat over zeggen? Daar mag je wat over zeggen. Die God of War is een reimagination. Of de franchise. Ze hebben het laten rusten voor een paar jaar. En nu hebben ze zoiets van, we hebben het tot de max gebracht met al die 6 games.
laten rusten. En nu gaan we er één grote knaller van maken met alles nog beter, nog meer over de top. En gewoon een nieuw begin voor de franchise daar, een nieuwe mythologie, et cetera. Oké, dus hij weet ook niet meer wat er is gebeurd? Jawel. Oh, dat wel? Okay. Ja, voor mij heeft hij niet last van amnesia of zo, maar... Oké. Maar vandaar geen subtitel. Het is niet meer kennen. Dat is het gewoon. Nice. Beetje Disney. Nou, dat is de booth, de aanplakbiljetten. Super vet. Zo slecht. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Wat moeten we doen? Wij eten. Vandaag. Oh. Nee, die jongens daar. Oh, zij daar. Oh, okay, yeah. Jij gaat een hot dog halen. Ga dat vloggen vanmorgen. Leuk. Ja. Wow. Ja. Ik ga nu rennen vloggen. Ja, inderdaad. En als je ook daarna gewoon wil vloggen, als je 2 uur later over de wc hangt. Ja. Het zijn kijk hoe je hot dogs. Die hot dogs liggen daar al 2 uur in de zon. Perfect. Perfecte teaser voor morgen, want dat is morgen in de vlog. Vind je het vet? Wil je Games het supporten? Vind je het tof wat we doen? Geef een likeje, geef een leuke reactie. En ook als je kritisch bent over mijn X-Boy fan gedrag, maakt me niet uit. Ik hou van je, Hans. Laat het gewoon weten, want ik hou van jullie allemaal. Ook als je een beetje shitbox weggooien. Is het ook. Ja. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot morgen weer. Dan is er een nieuwe vlog. En volg ons overal Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch en natuurlijk gamersnet.nl voor je dagelijkse portie E3 nieuws. #GNE3 en #niet mijn taxi. Vriend. Hij zegt niet mijn taxi, vriend.